Mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en vandaag weer een nieuwe Spooky 1611 FC. Het is tijd om in de beker te spelen. Ja, de beker, ja. En we spelen tegen Doncaster. Spooky 1611 FC gaat niet goed op dit moment nog. We spelen tegen Doncaster, de beker. En laten we hopen dat Autodrop team vandaag wat beters kan doen. We spelen 3-5-2, nieuwe formatie, helemaal omgegooid. Het team moeten we nog een beetje bij elkaar kleven. Bassa is geblesseerd, helaas nog best lang ook. En Kersten ook geblesseerd. En dat zijn twee hele goede spelers. Nino Vermeulen zit op de bank. Nino Vermeulen zit niet eens op de bank, maar die zit in de reserve. Want we hebben het helemaal omgegooid. En Werdekker, die zetten we nog nergens. Want we gaan gewoon met dit team spelen. Even kijken. Ja, dat kan makkelijk. Let's play. Het wordt wat tegen Doncaster. Want Spook 16 FC die heeft eigenlijk amper moraal. Ballen springen overal vandaan. En het is nog geen team. Allemaal individueel. Dus, let's go and try to do something good. Mark de Weert, de spits die alleen goed kan schieten. Maar dan moet je nog wel in een situatie komen waar hij kan schieten. Let's go. De volgende wedstrijd. Mark de Weert en Nien Kempen trappen af. En we hebben nu Frank de Vos die in een iets verdedigendere rol zit. Want hij is gewoon de playmaker hier. Dat is hij weer. Harde paasjes. Kan perfect inpassen. Oeh, daar was bijna Nien Kempen. Alleen daar werd gewoon nog dik voor ingekopt. Het was een mooie bal. Maar daar wordt goed tussen gezeten. Dat is een hele slechte paas. De spitsen die kunnen niet pasen. Of amper pasen. Heel onaccuraat. Piece of attacking play. Got to get more men behind the ball, I think. That was really close. Hier is Friso Harm de Jong. Kan niet wat doen. Nee. Helemaal verkeerde bal naar Nien Kempen. En daar is Painter los. Oh, Jip Boeven. Wat een tackle van Jip Boeven van Spooky 1611 FC. En hier is Langkamp. En Lanko probeert naar Nien Kempen te pasen, maar dat wordt weer heel makkelijk verdedigd. En hier is Nien Kempen. Een voorzet. Oh, wat gebeurt er met die voorzet? Het is een goalkick. Dat was Nien Kempen met een hele slechte voorzet. Het zijn ook twee pure spitsen, die Nien Kempen en die Mark de Weert. Dus dat kan nog wel eens voor problemen zorgen in deze formatie. Hier is Friso Harm de Jong. En dat is ook weer een hele slechte voorzet van Friso Harm de Jong. Dit gaat weer niet goed voor Spooky 1611 FC. Ze zijn wel constant aan de bal. Het eerste kwartier is bijna voorbij. Langkamp die daar wegloopt. Een mooie hoge bal naar Sayers. Sayers schiet en Sayers scoort bijna. Dat was de eerste kans van Doncaster. Met Sayers die echt bijna gewoon ook nog raak schiet. Hier is Mark de Weert. Maar die wordt weer tegengehouden. Beetje gevaarlijk. Keeper. Geen risico genomen. En daar is een hele slechte combinatiespel. Hier is Mark de Weert. Del Haas. Ja. Langkamp die mist echt enorm. Of was dat Langkamp niet? Dat was Frank de Vos. Frank de Vos is niet zo schietklaar. Zo blijkt uit de laatste wedstrijden. Hij schiet nogal veel mis. Weinig accuracy. Daar kon Friso Harm de Jong tussen komen, maar dat was het dan ook. Nien Kempen! Bijna Nien Kempen. Net iets te scherp.
Hier gaat Mark de Weert, Mark de Weert. Nee, Mark de Weert komt er net niet aan. Woods heeft de bal. Rijnsburger, de stofzuiger die nu constant die bal wegkikt. Oh, en dan werd hij heel makkelijk weggehaald door een speler van Doncaster. En die houdt hem zelfs nog binnen. En Delhaize speelt geen goede wedstrijd op dit moment, want hij laat elke bal door at the moment. Viesoarm de Jong. Nien Kemper. Mooie bal van Nien Kemper. Mark de Weert op de paal. Mark de Weert op de paal. Oh mijn god. Mark de Weert op de paal. Wat een kans. Het is toch niet normaal. Doncaster houdt de bal even. Moet even van de schrik bekomen. Daar is Nien Kemper. Nien Kemper. Nien Kemper is door. Schiet. En scoort. Sander Nien Kemper met een geweldig doelpunt. Van best ver. Een longshot keihard in de hoek. Wat een goal. Nien Kemper scoort 1-0 voor Spoelie 16-11 FC. Sander Nien Kemper. Delhaize met een kopbal. Boeven. Naar de Jong. Rijnsburger heeft een goede wedstrijd daar op het middenveld. Daar is Langkamp. Langkamp heeft de bal. Langkamp houdt de bal. Langkamp had de bal. En daar gaat Doncaster weer. Maar kan Fledder ertussen komen? Nee, dat kan hij op dit moment nog niet. Fledder. Hou je man bij. En dat doet hij. Een ingooi voor Doncaster. Throw in here. Cotterill. Clever play. Oh, subtle little bit of skill. Dat was Delhaize en die heeft nu ook de bal. Kemker. Hier is de Weert. Een balletje naar Nien Kemper. Oh, Friesarm de Jong. En een mooi balletje naar Nien Kemper. Nien Kemper. Nien Kemper. Nien Langkamp. Nee. Hij zit gewoon niet. Frank de Vos. Naar de Kemker. Maar Kemker mist. Wat een kansen van Spooky 16-11 FC. Nu blijft het gevaarlijk met de 1-0. Mark de Weert die daar niet echt goed bij zat. Hier is Spur. Die een lange bal doet. En het is, deze komt nog gevaarlijk ook. Deze kwam nog heel gevaarlijk voor hun. Voor hun. Wat een gevaar daar eventjes. Zomaar uit het niets. Hier is Quinn. Weer een hoge bal. Die zijn toch wel het gevaarlijk, zo blijkt. En dat zien we hier ook weer. Daar is een mooi balletje. Maar er zit Kemker aan. Een beetje een rotzooi in de verdediging. En hier is Nien Kemper. Hij komt ervoor. Hij schiet. En hij scoort. Sander Nien Kemper maakt de 2-0 voor Spooky 16-11 FC. Sander Nien Kemper profileert zich hier als spits door twee keer te scoren in de beker, in de Carling Cup. Patience is the name of the game at the moment. Hier is Bennett. En Bennett die lijkt geblesseerd te zijn van Doncaster. Bennett heeft een blessure. Well, this could be the halfway point in the cup tie. And we've got one team leading. The chance of progressing in this tournament. 2-0 halftime. En we gaan door naar de tweede helft. And
And we've got another 45 minutes to go. And set your watches, off we go. Play building up nicely now. It's a good ball. Doncaster komt langs, maar daar is Jip Boeven. Jip Boeven, die geweldig tevoren kwam. Wat een bal weer van Delhaize. Delhaize doet het niet goed daar op de flank. En daar is een schot. Maar dat mocht niet baten. De voordeel wordt wel afgewezen, waardoor Hum nu met een vrije trap misschiet. Hier is Kemper. Spoobie 6-0 FC hoeft alleen maar rustig te blijven. Ze zijn vrijwel met deze 2-0 stand safe voor de volgende ronde in de beker. The interception is a good one. Frank de Vos. Dat was iets te scherp naar de Jong. Het wil nog niet allemaal. Hier is Kemker. Delhaize. De Weert. Oh, slechte bal van de Weert naar Langkamp. En hier is Harper. Daar is Cottrell. Oh, weer een mooie bal terug naar Cottrell. Maar daar is Fladder, die toch ook wel een hele goede wedstrijd in de verdediging speelt. Dean Kemper behoudt de bal. Langkamp. Daar is de Vos. Maar de Vos kan die hoge bal daar niet tussen krijgen. Weer een hoge bal. Dit keer naar Painter. Een mooie voorzet, maar daar is Westra. Net op tijd. Slechte uitgooi van Westra trouwens. En ook een slechte bal van de Vos. Doncaster blijft nu in de race. Dat was helemaal niks. Weer een slechte dribbel van Delhaize. Delhaize die doet het niet goed. Hier is Frank de Vos. En die gaat naar Nien Kemper. En wat doet Nien Kemper ermee? Die wil hem naar Langkamp geven. Had misschien beter zelf gekund. Frank de Vos. Mark de Wit. Mark de Wit met een schot. Maar wie zat ervoor? Nathan Delhaize. Delhaize wordt gewisseld. Ook al heeft hij een van de beste overalls. Waar staat hij? LM. Martijn Hendricks komt erin voor Nathan Delhaize. Want Delhaize speelt een hele slechte wedstrijd. Daar is de wissel. Delhaize gaat eruit. Martijn Hendricks komt erin. Een hele jonge speler. Groot talent. Nog geen basisklant. Maar wie weet kan Martijn Hendricks dat wel worden. Well, here comes a substitution for the away team. Oh, dat is een overtreding van Nien Kemper. Hij beukte daar tegen de verdediger aan. Beetje slecht eigenlijk. Frank de Vos naar Langkamp. Naar Nien Kemper. Daar is Friso Armbio. En die gaat schieten. En die schiet bijna raak. Een wissel bij Doncaster. De coach van Doncaster kiest om Harper eruit te halen en Keegan erin te doen. Zal dat verandering brengen in de wedstrijd? Langkamp naar Linkempen. De Weert. Oh, De Weert! De Weert had geen plek daar om te schieten. Hij wil dat wel heel graag zo te zien. Excellent interception. Hier is De Jong. Maybe disappointed with the way he's given the ball away. Flag went up straight away. Dat is bij het spel voor Friso Harm De Jong. Didn't mean to do it, but he's zo mooie kopbal van Jip Boeven daar. Goeiedag zeg. Mooie bal naar Nien Kemper. Wat doet Nien Kemper ermee? Het is een penalty!
Mekamp, ik weet niet wat hij deed, maar het is een penalty. De scheids kiest voor een penalty en wie kan de beste penalties nemen? Dat is natuurlijk Friso Harm de Jong. En hij scoort! Friso Harm de Jong scoort de penalty tegen Doncaster. Het is 3-0 voor Spoelie 1611 FC. Krijgt Spoelie 1611 FC hier dan toch een beetje die morele steun. 3-0 tegen Doncaster. Mooi door Nien Kemper, die echt een hele goede wedstrijd speelt in deze bekerwedstrijd. Een overtreding van Fledder door te lopen. Daar stond Rijnsburger goed. Het gevaar is nog niet helemaal geweken. Good pass. Martis. Oh! Friso Harm de Jong komt er bijna langs. Possession given away once more. Maar op dit moment moet ze genoeg nemen met balbezit voor Doncaster. Daar kwam Rijnsburger. Boeven. Rijnsburger. Paul Keegan. David Cottrell. Oh, het wordt gevaarlijk. Doncaster die probeert aan te sluiten, maar dat gaat nooit meer lukken in de 83e minuut. Hier is Martijn Hendricks met zijn eerste balaanname. Martijn Hendricks. Oh, Martijn Hendricks! Martijn Hendricks! Wat een goal! Martijn Hendricks maakt er nog even 4-0 van. Wat een doelpunt. Oh. En daar is Jens Langkamp tegelijkertijd geblesseerd. Je ziet het hier. Jens Langkamp daar heeft een beetje veel last. En laat de coach hem dan net nog even wisselen. Jens Langkamp eruit. Kleefman erin. Jordi Kleefman gaat zijn debuut maken. Volgens mij. Of hij heeft al eens eerder gespeeld. Staat verkeerd op mijn blaadje. Oh, Friso Harm de Jong. Wat gaat hij doen? Friso Harm de Jong. Oh, de voorzet is slecht. Dat is een goal kick. En dan komt Jordi Kleefman er nog heel even in. The substitutes bursting to come on, and his activity in both dugouts in that respect. 88e minuut, 4-0 voor Spoek 1611 FC. Goeie wedstrijd tegen Doncaster. Dat wel. Werd ook verwacht. De dagen voor de wedstrijd werd het ook verwacht door de criticasters. Hier is Nien Kemper. Daar is de Weert. Goeie aanname van de Weert. Hier is Kleefman. Jordi Kleefman met een schot. Het is de 90ste minuut. En de scheids fluit nog niet af. Nu wel! 4-0. Spooky 1611 FC gaat door naar de volgende ronde. Ik bedank jullie voor het kijken. Druk op dat duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. En tot de volgende keer. Nien Kemper krijgt als cijfer, als het goed is, een 9,6. Helemaal verdiend. Tot de volgende keer. Doei.